Zeer geachte minister van Openbare Werken, Dr. Riyad Noor Mohammed, directeuren, onderdirecteuren, adviseurs, onderdirecteuren en alle afdelingshoofden en alle OW'ers die nog hier aanwezig zijn, u allen een goedemorgen en welkom bij deze bijzondere bijeenkomst waar wij ook bijzondere zaken aan de orde zullen stellen. Beste mensen, zoals u heeft begrepen, hebben wij vandaag een presentatiesessie. Hetgeen betekent dat wij enkele presentaties, om precies te zijn, 4 presentaties gaan hebben. En deze presentaties gaan over de bouwveiligheidsbeleid, zaken zeg maar, trainingen, loopbaanontwikkeling, database, infrastructuur en staatsrapporten. Na elke presentatie zal er ook een rapport worden overhandigd aan de minister door de presentator. En daarna zal er een toelichting komen door de minister. Na alle presentaties komt de minister aan het woord, waarbij de minister de presentaties gaat toelichten. Ook in het begin, als ik even naar het programma kijk, dan, en u heeft ook allen het programma gezien, daar heeft u ook gezien dat er een inleiding komt, een inleiding door de minister zelf. En na de inleiding komen de presentaties, en na de presentaties de toelichting, en dan sluiten we het programma af. Ik heb denk ik zo'n beetje alles al verteld. Ik ga de minister meteen uitnodigen om de inleiding te houden. Minister Riyad Noor Mohammed. MC. Goed, welkom iedereen. Dit is een bijzondere sessie, daarom is het druk. De sessie is in het bijzonder bedoeld voor het ministerie van Openbare Werken, in het bijzonder de hoofdafdeling personeelszaken. En in feite, omdat we nog geen goede leidingen hebben in districten, ook verplicht voor de leiding van districten. Maar dat gaan we de volgende keer organiseren. We betekenen het allemaal, dus we kunnen het allemaal volgen. Wat vandaag gebeurt, zeker de eerste presentaties, zijn beleidsbeslissingen die in ons jaarverslag zijn opgenomen, in ons vijfjarenprogramma zijn opgenomen. Maar je zou ook kunnen weten dat onderdelen van het plan al in uitvoering zijn. We hadden gecommitteerd, toen ik aantrad als minister, dat werd vaak door veel bonden aangegeven, vakbonden, bij OW gelegenheid voor personeel om te studeren, en een zogenaamde loopbaanontwikkeling. Niet echt lopen, maar studeren en werken. En dat noemen we loopbaanontwikkeling. Dat is heel erg belangrijk, maar dat geldt voor iedereen. En ik heb toegezegd, we gaan geen ad hoc dingen doen, dat we iets duurzaam doen. Veiligheid was een issue dat ik toen ik hier kwam, zag ik dat al. Veiligheid van de mensen op het veld en veiligheid van onze eigen bouwwerken. Dus directeur, laten we dat ook meenemen, eisen, de nieuwe eisen die we gaan stellen voor grote bouwkundige werken in Suriname. Supermarkten, hotels gaan aan de veiligheidseisen moeten voldoen. Als het nog geen wet is, dan gaat het binnenkort in die wetgeving opgenomen worden. Er zijn bedrijven die dat al doen, maar ik denk van die houten planken is misschien goed, maar ik weet niet hoe veilig het is. Veilig is geen probleem, maar er zal nog meer veiligheid van vereist worden. En wij gaan als Openbare Werken wel staat zijn geven dat dit beleid ook een wet wordt bij ons, bij OE, dus aanhalingstekens. Dus dat gaan we vandaag horen, de veiligheidsmaatregelen die we gaan aankondigen, gaan gepresenteerd worden. En het gaat in werking treden, zodra we de investeringen rond hebben gedaan. En we hebben natuurlijk ook, dit is iets dat al jaren speelt, voordat ik hier kwam als externe, als je overzicht wil hebben van data, is dat soms moeilijk. Afdelingen hebben dat wel, maar als jij is gevraagd om even het versneld te doen, de database van infrastructuurwerken heel snel overzichtelijk te maken. Afdelingen hebben dat wel, maar verschillende formaten hebben hun eigen drukte, maar er is niemand die het misschien
hiervoor coördineert tot één digitaal platform. Dus we gaan het straks in de presentatie zien. De bedoeling is dat jullie dit door gaan geven aan het personeel, aan de afdelingen. We gaan vragen dat iedereen meedoet daarmee. Toch? En dan hebben we ook het laatste van de staatsrapporten, maar dat zal je straks horen. Wat de drie staatsrapporten zijn. Ik noem ze staatsrapporten omdat wij verantwoordelijk zijn voor gebouwen, brandstofvoertuigen van de staat. En dat is een zware, tussen aanhalingstekens, verantwoordelijkheid. Misschien hebben we dat vroeger, zijn we lichtjes mee omgegaan, maar vanaf nu willen we dat professioneel gaan doen. En dat zullen we straks ook horen van de mensen die het gaan presenteren. Ik kom later terug met de conclusies naar de presentaties. Dus ik ga hier vaststaan. Meneer Kali, en dan geef ik u weer het woord alsjeblieft. Dank u wel, minister. Mag ik dan de eerste presentator? Ik denk dat we gaan beginnen bij meneer Faisal Jan Mohamed, die een heel belangrijke presentatie gaat houden over OB-personen en de bouwveiligheidsbeleidstukken. HSQE, waarna wij dan ook overgaan tot de overhandiging van het rapport. Meneer Faisal, ik nodig u uit. Dank u wel. Nogmaals welkom, minister, directeuren, andere directeuren, hoofden, adviseurs van de minister en alle overige aanwezigen. Deze presentatie gaat over een rapportage, een rapport die is opgesteld waarbij wie als onderwerp heeft een betrekking op veiligheidsmaatregelen ten van het ministerie van Openbare Werken. De aanleiding en doel hiervan is geweest dat veiligheid, zowel safety, door de jaren heen helemaal verwaarloosd is op het ministerie. Er was geen beleid, er was geen controle, geen toezicht. Dat ontbrak. En met de opzet van deze maatregelen streef wij, of althans deze nieuwe afdeling ook, de veiligheid te verhogen en ongevallen te verminderen. Het rapport is opgebouwd door een aantal onderdelen, namelijk voorwaarden. Die bestaat uit voorschriften. En dat houdt in dat het ministerie continu maatregelen zal ontwikkelen om richting vast te stellen met aansprakelijkheid. Wat betreft aansprakelijkheid, het ministerie zal condities creëren voor een veilige werkomgeving. Het ministerie staat verantwoordelijk daarvoor. Betrokkenheid, elke medewerker of technische medewerker is verplicht verantwoord te werken en moet voorzien zijn van. Toepasselijke wetgeving. Het ministerie zal alle wetten en regels naleven, waaronder personeelswet. Training. Er zullen regelmatig trainingen verzorgd worden in specifieke richtingen. En als laatste een checklist. Elke technische medewerker is verplicht een checklist in te vullen voorafgaand voor het invullen van de wet. Maar er bestaat een rapport uit algemene veiligheidsregelen. En die houden de volgende in. Dat zijn een aantal. 13 veiligheidsregelen. Ik ga niet allemaal opnoemen, maar ik ga wel doorheen gaan. Het buitendienst en onderhoudsmagazijn medewerkers voorzieningen moeten zijn van PPE's. En onveilige situaties moeten gerapporteerd worden. Het gebruik van alcoholische dranken en verdwelmende middelen is verboden. Het gebruik van krachttermen is ook verboden. En het plaatsen van verkeersborden en verkeersregels bij werkzaamheden op de weg langs de weg is verplicht. De afdeling Asia en QHC is een nieuwe afdeling. Zoals ik eerder zei, veiligheid en beleid ontbrak. En met deze nieuwe afdeling gaan we het beleid uitvoeren. En deze afdeling is bevoegd medewerkers te sturen voor een herkeuring indien zij zich heeft willen verschijnen.
En dat is wat een van de meest van de belangrijkste maatregelen is dat het de afdeling continu aan de training zal verzorgen. Een ander hoofdstuk van het rapport is dat er staat in specifieke veiligheidsmaatregelen. Dat zijn maatregelen die eigenlijk zijn opgenomen bij het werken, bij veel van werken, onder specifieke onderdelen, apparaten, brandgevaar, brandblussers, elektriciteit als je werkt, moet je weten van toegang vrij zijn, parkeerplaats moet ook vrij zijn, het werk in het laboratorium houdt. Eens of stappen gescheiden van elkaar. Bij het werken met zwaar materiaal, voorafgaand checklist invullen en bij handgereedschap voorafgaand controle zoek vereist. Al deze punten waarop je moet letten zijn in het rapport opgenomen in de tabels. We hebben enkele persoonlijke beschermingsmiddelen. Ik denk van dat misschien nog niet iedereen zo weet wat persoonlijke beschermingsmiddelen zijn. Zijn veiligheidsmiddelen die nodig zijn bij het uitvoeren van werkzaamheden. Daar heb ik over een veiligheidshelm, veiligheidsbril, veiligheidsschoen, een veiligheidsvest en veiligheidshandschoen. Deze moeten allemaal voldoen aan de Europese richtlijn 89656 in zaken veiligheid. En hier ziet u een medewerker, hoe het dan echt in het soort zijn. Veiligheidshelm, veiligheidsbril, mondkap, oordopjes, safety vest, handschoen en veiligheidsschoen. Er is vervolgens een matrix opgesteld, een PBL-matrix. Dit zullen alle hoofden moeten hanteren. Vooraf gaan aan het werk, bij het voeren van werkzaamheden. En als je ziet, aan de bovenkant heb je de persoonlijke beschermingsmiddelen. En aan de linkerkant, de linkerkolom, heb je de medewerkers gespecies. Ik ga niet allemaal opnoemen, maar om eentje op te noemen, laten we nemen bijvoorbeeld de internet service ICT. Ik zou zeggen, het is een brug, always optioneel en FTP is niet van toepassing. Maintenance, daar kijken we naar de veiligheidsschoen, dat is optioneel, we waren door de leidinggevende. Veiligheidsscherm is niet verplicht, veiligheidsbril is ook niet verplicht, gehoorbescherming is verplicht. Veiligheidsschoen is optioneel, veiligheidsleden ook, en geluidbescherming, zwemfans en hamas is ook niet van toepassing. In het rapport zijn een aantal medewerkers gespecificeerd opgenoemd en zijn alle toepassingen hebben aangeleverd. Ik ga niet echt in het taal waar van, maar dat moet heel veel tijd in beslag nemen. Hebben we de personal protective equipment checklist. Ik zal een collega mijn werk om die verrekening gaan om die nog verder in te gaan. Ja, goedemorgen aanwezigen. Ik zou dan het hebben over de checklist. Checklist is eigenlijk bedoeld om de onveilige situatie dat vroegtijdig opgespoord kan worden en waarbij ook maatregelen getroffen kunnen worden om de risico van de incidenten alvast te doen beperken. Het doel van zo'n checklist is dan om de in kaart te brengen. Kijken, bevorderen van de veiligheidsbewustzijn onder de arbeiders en ook het naleven van de wettelijke
voorschriften hiervan. Zo'n checklist is dan bedoeld om voor aanvang van de werkzaamheden alvast te kijken welke beschuttingsmiddelen zijn er. En door het aangekruist door de voorman, de voorwerker of ook afdelingshoofd. Dus veiligheidshelm, is het in goede staat? Wordt aangekruist, ja. Oordopjes, veiligheidsschoenen, veiligheidsboots, ja. Is het niet in een goede staat, dan moet het dan vervangen worden. En waarbij ook het werk ook gestagneerd kan worden. Dus die checklist is sowieso van belang. Ja, na de checklist hebben we dan een formulier dat ontworpen is om de incidenten ook te registreren. Is er een incident zich voorgedaan, door het ook geregistreerd, naam van de persoon, naam van de afdeling, welk incident hier zich voltrokken en zodoende wordt dat opgestuurd het rapport naar de afdeling Protected ASHQ. Om dan zodoende ook te weten van wat zijn de meest voorkomende incidenten en hoe kunnen we deze incidenten doen beperken. Want jarenlang is op het ministerie ook hier onderzoek hierover geweest en het werd eigenlijk, laten we zeggen, roekeloos gewerkt. Zonder bepaalde voorschriften, men was gewoon nalatig. Maar hiermee gaan we dus dan alvast een aanzet geven, zodat er veilig en geordend gewerkt kan worden. Want we hebben ook als motto van werken moet bij alle tijden gezond en veilig gebeuren. Hier ziet u ook vervolg van de checklist, dat ook gehandhaafd gaat worden door de voorman, de voorwerker en ook de afdelingshoofd. Bijvoorbeeld, is er een opdracht dat men moet gaan snoeien, moet men ook de attributen ook aantrekken. Gebeurt dat niet, dan wordt zo'n medewerker ook op een matje geroepen. Want we gaan dan strak moeten werken, alle afdelingen binnen openbare werken gaan dan zo'n formulier moeten krijgen. Dit is dan landelijk. Maar vast moeten we beginnen met onze arbeiders alvast die nodige training te geven. Hier zien we ook fotomateriaal van hoe het eigenlijk niet moet. En op het einde hoe het toch aan verbetering toe gaat, waarbij het proces dan helemaal platgestreden moet worden. Hier zie je foto's waarbij men werkt zonder de nodige PPE's. En hier zie je dat er wel gewerkt wordt, een foto van partnering, waarbij men wel hun attributen aangeeft, ja, maar je ziet ook geen valhelm. Dus het is niet dat men alleen een deel moet dragen en een deel niet. Het is een totaal pakket. Want als men werkt, kijk je niet naar boven. Terwijl je ook een valhelm nodig hebt. Maar gebeurt er wat, gaat de verzekering ook zeggen of de waarborg van zeggen van je bent in gebreken gebleven. Volgende slide. Dit zijn werkzaamheden die verricht worden, weliswaar door aannemers. En we zien ook dat zij ook niet alle attributen aan hebben, terwijl dat ook een bedrijf is. Dus bedrijven stellen voor zich ook niet aan de wettelijke voorschriften. Hier zie je dat men ook klimt om gebouwen te wassen zonder de nodige attributen aan te trekken. Dus er moet hierin verandering komen. Volgende slide. Hier in een dito, onze eigen ministerie, dus ook een wachtwoord krijgt. Maar we zien dat de arbeiders zelf ook met een eenvoudige gimpie, patat, zonder handschoenen, zonder vesten, waar dat te werk gaat. Dus we nemen onze eigen voorbeelden om aan te tonen van
kijk wordt gewerkt wordt, die training die gekomen moet worden. En dan kijken we resultaatgericht. Volgende slide. Hier zien we een pokkelijn, graafmachine, die ook bezig is onze kanalen grote schoon te krijgen. De medewerker die hier staat te controleren, ook onbloot. Situatie waarbij het niet moet, en dan gaan we wel gedeeltelijk aanpakken wat eigenlijk moet. We moeten alvast beschikken over nodige equipment, verkeersbubilair, straatpionnen, waarbij het komend verkeer ook alvast ziet van welke uitvoering en staat er bord van openbare werken, wegenautoriteit, maakt niet uit, met het nodige verkeerskiegers. Aankomend verkeer is al wakker dat men ziet van er wordt daar gewerkt. Volgende slide. Hier ook wateroverlast. Men klaar van wateroverlast en zo. En onze eigen arbeiders die werken daar zonder de nodige PPE te voldoen. En hier zo dat het al in werking treedt. De mensen gaan er naartoe, zetten aan het bord. En de verkeerspionnen. Nogmaals, veel meer moet er nog gedaan worden. We gaan ook beginnen met onze eigen medewerkers die nodige training te geven. Ja, over geheel Suriname. En dan zullen wel de nodige stappen ook genomen worden. Indien men weigerachtig is om de attributen aan te trekken, dan zullen we er ook de nodige regels hierop moeten loslaten. Hier zien we dat wij ook hier een aanvang nemen om de nodige vesten, nodige steamteboots alvast aan te trekken. Dus we zien hoe het niet goed ging, maar geleidelijk aan met voorlichting, met bijsturing, dat we toch een bepaald niveau zullen bereiken. Zo, dat is mijn presentatie. En ons slogan, werken moet te alle tijden veilig en gezond zijn. Ik dank u. Zo, dankjewel meneer Berger en meneer Jan Mohamed. Zoals eerder aangegeven wordt dan het rapport overhandigd aan de minister. Minister, ik ga u alleen vragen om op te staan op uw plek. De heren lopen naar u toe en overhandigen vervolgens. Als jullie kunnen kijken, heren, voor een foto. Yes. Ja, ja, dan gaan de mensen toch van zijn plaats moeten. Yes, dank u wel. Heren Jan Mohamed en meneer Berger, bedankt. Meneer Berger, uw dossier. Goed, ja toch, het is een dossier denk ik. Een hele stapel. Ja, we hebben de media ook uitgenodigd, omdat het gaat om een hele belangrijke presentatiesessie. Maar gezien het feit dat de mediabedrijven het druk hebben met het CARICOM gebeuren in ons land, hebben we toch ADV en Trishul hier. En ik wil ADV en Trishul ook bedanken voor het aanwezig willen zijn. Mag ik voor de tweede presentatie uitnodigen, Chandri Prahlad Singh. Van MBU. Zij gaat het hebben over OW-trainingen en loopbaanontwikkeling, waarna er ook een rapport wordt overhandigd aan de minister. Mevrouw Chandri. Loopbaanontwikkeling, zal ik het in één woord zeggen.
Dit is, de minister heeft in het begin aangegeven dat de bonden ook op zijn hoofd zouden varen, trainingen, personeel, wensttrainingen. Maar niet alleen daarom. Er is, ik geloof dat jullie allemaal nog kunnen heugen, dat er een personeelstevredenheidsonderzoek is geweest in 2021. En daaruit is voortgevloeid dat men aangeeft dat hun opleiding niet aansluit op de werkzaamheden die zij doen. Nou, volledig of onvolledig, dat het deels of niet helemaal niet aansluit. Dus dat is belangrijk, dat we doen aan trainingen en natuurlijk daarmee de loopbaanontwikkeling. Wat zal ik representeren? De agenda ziet er als volgt. Ja. De doelstelling, dat is het belangrijkste. En natuurlijk, als ambtenaar, de methode. Wat gaan we doen en wie gaat financieren? Wat hebben wij al gedaan? En wat is de trainingsbehoefte op dit moment van OBI? Het ministerie heeft gezegd dat we rond 2025 de doelstelling van het doelstelling van capaciteit opbouw waarmee de inzetbaarheid van de medewerkers vergroot worden is behaald. Daarmee wensen wij de right man on the right place te hebben. Dat wil zeggen dat we moeten doen aan competentieontwikkeling. En competentie is niets anders dan ervaring, opleiding, een combinatie van opleiding met werkervaring. Hoe gaan we dat doen? Dat is de belangrijkste vraag. De twee belangrijkste vragen als ambtenaar. Oké, hoe ga je het doen? En wie gaat financieren? Volgens mij de tweede belangrijkste vraag. Wel, er zijn ook verschillende methodes. We gaan begeleiding door een coach, waaronder ook trainingen. Coach of leraar, dat moet ik maar zeggen. We gaan intervisie met collega's onderling op de werkvloer. Wisseling van taak of functie, job rotation. Kunnen ook interne en externe stages zijn. Meester met gezelde relatie waarbij kriempjes on the job worden meegebracht. Als ook interne en externe lezingen. Wat hebben we? Wel, wie gaat financieren? Hoe ziet de financiële ding eruit? Wel, we hebben drie manieren. We moeten het natuurlijk verder uitwerken hoor. Maar natuurlijk, we hebben tot nu toe lezingen en trainingen verzorgd waarbij volledig OW bekostigd. En we zijn ook van plan om dat voort te zetten, maar natuurlijk, dat zal ergens moeten stoppen. Dus we zullen volledig betalingen hebben door OB. Of de ambtenaar betaalt volledig, of er is een combinatie. Een deel door de OB zelf en een deel door de ambtenaar zelf. Wat hebben we allemaal al gedaan? De status quo van MPU als. Wat hebben we tot nu toe gedaan? We hebben lezingen, trainingen, lezingen en bijeenkomsten georganiseerd. En die zijn allemaal goed gevallen. Ik denk dat de meest bekende zijn de LVV-training met betrekking tot plantvermeerdering. En wat onze Facebook-page wel heel veel heeft gevuld, dat zijn de veiligheid erin voor de bewakers. Wat is de trainingsbehoefte? Er zijn drie trainingen waar de behoefte groot van is. Dat is de vaktechnische training. Daar zijn allemaal voorbeelden op genoemd. De administratieve trainingen. En de competentiegerichte training waar we aan zullen werken. Dat was mijn deel van mijn deel van deze sessie. Dank u wel. En als er vragen zijn, mag het. Minister, over gaat het rapport. En natuurlijk heb ik geleerd, als je een cadeau geeft aan iemand of iets overhandigt, moet je een wens uitspreken. Dus minister, alstublieft. En ik spreek.
spreekt de wens uit dat op zijn minst een kwart van de trainingsbehoeften gerealiseerd wordt. Op zijn minst. Zo, dank u wel, mevrouw Chandrini Prahlad Singh en minister voor het aannemen van het rapport. We gaan nu verder en we gaan nu uitnodigen. Ja, media, vergeet u niet om ook een nieuwe foto te maken voordat u weggaat. U ziet, het gebouw ziet er weer anders uit, hè? Dus neemt u dat mee, want u gaat het nodig hebben bij publicaties. Yes? Waarom lacht u? Is het zo grappig? Goed, we gaan verder. Meneer Shailesh Ramdin, die gaat de volgende presentatie verzorgen. En hij gaat het hebben over OE database infrastructuur. Meneer Ramdin, mag ik u uitnodigen voor uw presentatie? Ja, ook een van harte goedemorgen van mij kant als minister, de aanwezige directeuren, onderdirecteuren, adviseurs, hoofden en overige OE'ers en de pers. Zoals aangekondigd, mijn naam is Shailesh Ramdin en de minister heeft het ook al eerder gesteld dat hij dus mij gevraagd benaderd om te helpen trekken aan het opzetten van een nationaal infrastructuur database ten behoeve van het ministerie van Openbare Werken. En de presentatie ziet er als volgt uit. We gaan dus kijken naar wat is het doel eigenlijk om dit te gaan doen. Vervolgens zullen we dus eerst kijken naar het ministerie. Het is een vrij groot ministerie. En dat heeft natuurlijk ook impact in hoe dit geheel uitgevoerd gaat moeten worden. En dat heeft geleid natuurlijk tot een plan van aanpak. En vervolgens ook een tijdsplanning. Want het is niet binnen een paar dagen gedaan. En gaan we ook richting het digitaliseren en het maken van een mooi eindproduct. Want alles op hardcopy houden, u weet zelf, opslag, etc. Ruimte, maar ook de papier, etc. vergaat. Dus zoveel mogelijk digitaliseren. En u gaat ook zelf zien dat we zelf richting een software implementatie willen gaan. Mijn achtergrond misschien voor degene die weet is ook, ik heb op de bacheloropleiding infrastructuur gedaan. Dus sowieso ben ik dan bekend met de zaken, waardoor het sowieso makkelijker gaat. En ook de masteropleiding SMNR heb ik gedaan binnen land management. Dus dat helpt zeker ook een handje bij dit geheel. Ik zei het al, het ministerie is een groot ministerie. De organogram kent u allemaal, het is ook heel mooi nu tentoongesteld. 4 directoraten met 14 onderdirectoraten en heel veel afdelingen. En alle afdelingen hebben natuurlijk hun taken. En alle afdelingen hebben ook objecten onder hun beheer. En het varieert dan van gebouwen tot terreinen. Maar ook primair bijvoorbeeld de dienstverlenende afdelingen hebben ook hun objecten in het veld. De civiel-technische afdelingen hebben ook grote wegen, ontwateringsnetwerken, bruggetsel die onderhouden moeten worden. En zoals de minister zelf zegt, misschien heeft elke afdeling wel iets, maar niet volledig. En als je alles samen moet bekijken, dan is dat het niet. Dus de bedoeling is dat in de toekomst, met een klik op de knop, elke minister, elke directeur, ook zelf de medewerkers, maar ook zelf buiten, toegankelijkheid geboden moet worden om te zien wat allemaal eigenlijk onder het beheer van het ministerie valt. Dus de informatie zal dus verzameld worden en ik zal dus ook persoonlijk dan naar de verschillende afdelingen gaan, ook onze dependances, etc. Veldbezoeken zullen ook volgen. En het moet dus uiteindelijk een goed inzicht bieden, voornamelijk voor onze OE'ers, maar ook de geïnteresseerden buiten. En het voordeel van zo'n database is dat je heel makkelijk kan bijwerken. Dus als er objecten bijkomen, dat gewoon erin verwerkt kan worden.
Oké, het ministerie heeft dus 4 directoraten, zoals ik al zei, waaronder dus directoraat bouw- en stedenbouwkundige werken, heeft dus 300 directoraten, waarbij dus binnen bouwkundige werken en eventueel ook planologieverkaveling, vooral de verschillende inventarisaties zullen plaatsvinden. Denk maar aan de afdelingen staatsgebouwen, maar ook woningbouw, utiliteitsbouw. Waar van belang is om te kijken wat allemaal onder het beheer is. En ook zijn er bepaalde objecten die bijvoorbeeld in beheer zijn voor ministeries als ROS of LVV, die zullen dus ook meegenomen worden. Bij civiel-technische werken heb je dan wat meer onderdirectoraten en ook andere afdelingen. En hier zijn er dus ook een aantal objecten die geïnventariseerd moeten worden. Eveneens bij openbaar groen en afvalbeheer. Denk maar aan de parken, pleinen en ook andere soorten terreinen. En ook bij het nieuwe directoraat onderzoeks- en dienstverlening. Als we denken aan de afdeling meteorologisch dienst en WLA, die eventueel ook in de toekomst meerdere meetstations en andere objecten in het veld gaan hebben, is ook van belang om te weten. Waar ze zijn, wat voor stations het zijn en wat is de bedoeling. Dus ik heb een listing gemaakt op basis van het organogram voor de verschillende directoraten. En dat zit dus helemaal aan de rechterkant, waarbij dus de 4 directoraten met kleuren zijn genoemd en eigenlijk de primaire afdeling waar langs gegaan moet worden. Blauw is dus bij BSV, oranje is dus CTV, zijn een aantal afdelingen. En ook bij openbaar groen, als ook bij de directoraat onderzoek en dienstverlening, zijn er dus afdelingen waar het een en ander moet geïnventariseerd worden. En om een beeld te geven over de inventarisatie, heb ik dus van elk directoraat gewoon kort een voorbeeld, maar dat gaat dus bij elke afdeling gedaan worden. Dus bijvoorbeeld, als we gaan naar onderhoud staatsgebouwen, dan zou dus op de afdeling inventarisatie gedaan moeten worden van bijvoorbeeld. Welke gebouwen allemaal vallen onder ons beheer? Is er eventueel een gebruiker nu? Wie is dat? Het hoeft niet altijd OE te zijn, kan iemand anders zijn. En gewoon de basisinfo. Adres van het gebouw, een totale vloer, oppervlakte. Wat voor type gebouw is het? Als het een binnenstad is, heb je dan historisch pand, anderzijds. En eventueel een foto er ook bij zetten dat ook zichtbaar is van hoe zo'n gebouw eruit ziet. Hetzelfde bij CTW, als we bijvoorbeeld afdeling bruggen nemen. Weten dat er verschillende soorten bruggen zijn. Ik kan dan aangeven van waar is zo'n brug, wat voor type brug is het. Dat wordt meestal met klasse aangegeven, klasse 60, klasse 40, etc. Specificaties, daar kan je zelf bepalen in hoeverre je gaat. Ga je hele doorsneden erbij zetten om de elementen van de brug zichtbaar te stellen of niet. Maar ook gewoon de eenvoudige info's als is het een betonnen brug, een houten brug, een stalen brug, etc. En ook een foto. Idem bij openbaar groen, als we dus kijken naar bijvoorbeeld de parken, de pleinen, etc. is het van belang. Waar zo'n park ligt, wie is de gebruiker en zijn er voorzieningen daar bijvoorbeeld en ook eventueel de oppervlakte, etc. En bij onderzoek en dienstverlening, bijvoorbeeld als we kijken naar meteorologisch dienst, maar ook waterloopkundige afdelingen weer aan, om te kijken wat voor objecten hebben ze allemaal. Zijn er al die meetstations, zijn er andere soorten meetstations. Elke meetstation heeft zijn eigen specificatie, dat je die doelstelling meeneemt en ook bijvoorbeeld een voorbeeld van zo'n opstelling. Dus zoals je zelf ziet, het idee is dus sowieso om te beginnen bij hier op het hoofdkantoor de verschillende afdelingen binnen te lopen en alvast te kijken wat beschikbaar is en wat nog geïnventariseerd moet worden. Ook de bedoeling naar de verschillende dependances te gaan, zeker de vergelegen dependances om bepaalde zaken in het veld ook beter te zien. Ook eventueel denken dat fotomateriaal etc. van de meeste zaken ontbreekt, waardoor we toch de bezoeken gaan moeten afleggen. En natuurlijk ook in het veld, ook in de stad en omgeving als het nodig is, dat we dus dat doen. Dit geheel hebben we dus uitgezet in een tijdsplanning. En het ziet ongeveer dat we dus 2 maanden telkens uittrekken voor de verschillende afdelingen, aantal afdelingen. En ik denk wel dat het zou moeten lukken. Bij de ene kan het wat sneller, bij de andere gaat het misschien wat langer, langzamer. En volgend jaar dus,
Dus ik denk in eind van het jaar moeten we dan zo ver zijn dat we de verschillende afdelingen hebben doorgelopen. De mensen hebben info aangegeven in het format. En dan kunnen we dus crosschecken. En daarvoor zijn dus die bezoeken bij de dependances van belang. En aan het eind gaat er dus ook een volledige verwerking plaatsvinden. En opzetten van een database in de software. En om je kort een beetje een beeld te geven wat we precies willen, is dat sowieso één database voor alle afdelingen met info's verwerken. En als het gaat om die software, zou dat via een online platform aangeboden kunnen worden. En dan heb ik twee voorbeelden waarbij enkel dat dat plaatsvindt. Eentje is de website van GLIS, waarbij ze dus zo'n persielen leggen hebben. En gewoon iedereen de website kan bekijken. Je gaat op je leggen en je ziet zelf als je op een persie klikt, dat je precies zo hoe ik aangeef, die basisinfo kan tracen. Dus zoiets willen we ook gaan doen voor onze objecten. Maar dit is alleen een persiele legger. En als we kijken naar het website van Gonini, de Nationale Land Monitoring System van Suriname, hebben zij ook zo'n website waarbij je zelf ziet aan de linkerkant dat zij al verschillende lagen hebben. Waarbij ze dus een concessiekaart hebben, een ontbossingskaart hebben, etc. En precies zo gaan dan onze objecten daar zijn. En wanneer u dus op de kaart gaat en op zo'n object zou moeten klikken, bijvoorbeeld hier, je hebt zo'n kaart en je maakt de bruggenlagen aan bijvoorbeeld. En laten we voorstellen dat de oranje stipjes allemaal bruggen voorstellen binnen Paramaribo. En u ziet bijvoorbeeld de brug over de Suriname rivier. En u zou daarop klikken, zou je dus bijvoorbeeld in zo'n informatievak de info moeten krijgen van wat voor type brug is het, de locatie, lengte, breedte, hoogte, materiaalspecificaties. Ik zei het, je kan zelf bepalen hoe diep je gaat. En uiteindelijk een foto dat degene die het website bezoekt toch een beeld kan krijgen van hoe het geheel eruit ziet. Dus dat is waar we naartoe willen. En aanvang zal het dus gemaakt worden. Natuurlijk gaat het niet zo makkelijk, maar we gaan het zelfs best doen om zoiets uiteindelijk te hebben in het komend jaar. Dus dat was mijn presentatie. Ik bedank u voor de aandacht. En sowieso zal een aantal van u mij zeker terugzien op uw afdeling voor de inventarisatie. En als er vragen zijn, dan kunnen we dus dat zeker na de presentaties één op één bespreken. Bedankt. Over het rapport overhandigen aan de minister. Een beetje aan die kant. Dank u wel, minister. Dank u wel, meneer Sheris Randin. Zo, we gaan nu de laatste presentatie aankondigen. En de laatste presentatie wordt verzorgd door... Het bestaat ook uit twee delen, toch? Deze presentatie wordt verzorgd door twee directeuren. We gaan beginnen met meneer Cardoso, directeur onderzoek en dienstverlening. Meneer Sergio Cardoso, hij zal dan starten. En daarna komt directeur bouw- en stedenbouwkundige werken, meneer Vijay Durgamesir, met de vervolging. Goedemorgen, minister, directeur, directeuren, adviseurs, ODI's, afdelingshoofden, OWI'ers en uitgenodigden, natuurlijk ook de pers. Meneer Kali, bedankt. Maar eigenlijk gaat het in een nutshell gebeuren. Het is eigenlijk geen presentatie. De minister heeft ons over 30 seconden de tijd. Maar vandaag zijn we weer met presentaties bezig en overhandigingen. En hierbij gaan twee rapporten overhandigen die onder mijn directoraat vallen. En dat gaat om een rapport voortuigen van de staat of over het dienstjaar 2021 en brandstofoverzicht. Voordat ik overga tot de overhandiging, wil ik heel snel even een paar dingen toelichten. En
een van ze is dan de doelstelling. Waarom hebben we deze rapporten gemaakt? Ten eerste heeft OUI een coördinerende rol als het gaat om dienstvoertuigen van de overheid. En dat gezegd hebbende wil ik eigenlijk aangeven dat wij het ministerie is die bezig is met dienstvoertuigen. Van het aankopen van dienstvoertuigen, het registreren van dienstvoertuigen en ook het verkopen van niet bruikbare dienstvoertuigen. En misschien is het in het verleden zo gebeurd dat we niet echt, zoals de minister in zijn inleiding heeft gezegd, dat we niet van onze taak hebben geweten. Maar nu is het wel de tijd dat we dat gaan doen. Wat we nu doen is eigenlijk met de ministeries dan bezig zijn om te kijken wat voor dienstvoertuigen ze nodig hebben. En waarom ze het nodig hebben. Want een dienstvoertuig is het einde van de overheid. En dan moeten we weten wat je ermee gaat doen. Bij wie het is. En als we dat weten, kunnen we beleid erop losgooien. We kunnen gaan naar professionaliteit. In het verleden is het zo gebeurd dat we bijvoorbeeld auto's bij mensen liggen, maar we weten niet bij wie het is. Maar er is ook een rapport waar bijvoorbeeld een voertuig kan denken. Het is een dienstvoertuig, maar het wordt niet voor de dienst gebruikt. En we weten welke situatie het nu is, hoe precair het is en zo. Vandaar dat we ook overgaan tot deze vaststellingen. Zodat we ook weten als dat voertuig daadwerkelijk voor de dienst gebruikt wordt. En er kan ook andere sessies nog met ministeries om ze even op de hoogte te stellen. Zeg, nee, kijk, dit voertuig wordt getankt hier, maar het wordt niet voor de dienst gebruikt. Waarom gebeurt dat? En het is eigenlijk onze minister die erop zou moeten toezien met de andere minister. Om ze even ook op het hart te drukken. Zeg, het is niet jouw voertuig, laat het voor de dienst gebruikt worden. En dat is ook een van de redenen waarom het nu ook een wagenpark is gecreëerd bij ons. Zodat het echt voor de dienst gebruikt kan worden. Het is niet nodig dat je auto 7-3 naar hier rijdt. Je rijdt 7 uur naar hier, je parkeert en 3 uur ga je weer weg. Het wordt niet voor de dienst gebruikt. Voor de dienst wil zeggen dat je het inzet 7-3. Natuurlijk heb je wel directeuren, onderdirecteuren of ministers die wel recht erop hebben. Dat het in een staatsbesluit is aangegeven. Maar daaronder, oké. Okay. En dan heb je ook dan nog iets over zwaar materieel. Verschillende ministeries hebben dat. En nu hebben we het ook gepakt. We zijn bezig met het registreren van zwaar materieel. Om te weten wat voor werk doet of waar. En dat alles is geïnitieerd door de minister toen we binnenkwamen. Of toen hij zei, we gaan een rapport maken. En waarbij we gedetailleerd informatie aan mensen kunnen verschaffen. Het wordt uiteindelijk, ga ik het overhandigen aan de minister en dan gaat het naar de DNA. Er komt ook een exemplaar bij de RIP. Iedereen heeft toegang. Je kan zien wat er allemaal gebeurt. En dan gaat het ook om brandstof. Brandstof ook bij het aankopen, het aanleveren en geven van brandstof aan een dienstvoertuig of aan ministeries. Dat alles is ook vastgesteld in een rapport van het afgelopen jaar. Er is ook een formulier geïntroduceerd waarbij je voor een jaar in aanmerking komt en je hebt ook voor incidentele brandstof aanvragen. En dat alles kijken we ook wie recht daar op heeft. Ik denk dat ik meer dan 30 seconden heb gesproken, maar tenslotte, in deze twee rapporten zie je ook dan de wetgeving, zoals ik het ook heb eerder gezegd. Je kan zeggen dat je iets doet, maar je moet wel een grondslag hebben, je moet ook een achterpoot hebben om te staan. En in deze rapporten komen ook de wetgevingen voor over voertuigen en brandstof. Voordat ik dan afsluit, ga ik nog even aangeven dat de projecten waarmee we bezig zijn. En dan gaat het eigenlijk meer om de afdeling met materieel, transport en logistiek. Waarbij we ook overgaan tot betere onderhoudscontracten, betere voorzieningen voor de dienstvoertuigen. En maar ook betere dienstverlening naar de mensen toe. En kijk, bijvoorbeeld heb je ook verzekeringen. Want als je auto koopt voor de stad, moet het verzekerd worden. En we streven naar professionaliteit van al die dingen. Dat die dingen niet meer, dat je maanden moet gaan wachten voordat je antwoord krijgt van iemand. Een toevallig iemand die op dat moment de leiding heeft. Het is zo dat
alles te digitaliseren. En zolang jouw voertuig van dat ministerie verzekering vervalt, dat je gewoon een melding krijgt dat je het moet ophalen. Ik wil volstaan hiermee. En wil ik dat overmaken dat de overhandiging van die 2 jaar op. Dank u wel, directeur Sergio Cardoso en minister. En ook meneer Chaspo, bedankt voor de foto's. We gaan nu over tot de laatste presentatie of toespraak. Meneer Vijay Durgamisir, directeur bouw- en stedenbouwkundige werken van openbare werken. Alsjeblieft. Voor mij staat ligt het rapport beleidsplan, plan van onderhoud en beheer van staatsgebouwen en terreinen per 2022. Het grappige ervan is dat ik zo aanstonds dit rapport zal aanbieden aan de minister en uiteindelijk de minister het wederom zal aanbieden aan mij om het plan uit te voeren. Maar ik denk niet dat dat vandaag vastgelegd wordt op het moment. Maar goed, om even kort in te leiden waarover dit rapport gaat. U heeft net bij de vorige presentaties ook gemerkt dat er een afdeling onderhoud en beheer van staatsgebouwen is ingesteld op het directoraat BSW. Toen de minister aantrad 2020, zijn er diverse werkgroepen aan het werk gezet om diverse rapporten voor te bereiden. Zo was er ook een werkgroep die een rapport zou moeten voorbereiden voor onderhoud van staatsgebouwen. Laten we zeggen dat rapport verder is opgepakt door de afdeling onderhoud en staatsgebouwen, bijgestaan door de afdeling utiliteitsbouw en woningbouw, om uiteindelijk een rapport voor te bereiden waarin heel gedetailleerd is aangegeven hoe dit plan tot uitvoering gebracht zal worden. De overheid bezit heel veel panden en terreinen. En dan moet u niet alleen denken aan overheidskantoren, maar ook scholen, dienstwoningen, terreinen die eens zijn gereserveerd voor het opzetten van faciliteiten. We hebben ook gemerkt dat de afgelopen decennia dat de overheid niet helemaal in staat is geweest om al deze objecten adequaat te onderhouden. Vandaar dat in dit plan ergens ook aandacht is besteed en dat zal toch wel heel leidend zijn voor de komende periode. Er is aandacht besteed aan het efficiënt gebruik maken van deze faciliteiten waarbij het niet uitgesloten is. In principe moet ik het anders verwoorden, waarbij het reeds besloten is dat panden, faciliteiten, objecten die niet adequaat gebruikt worden, op een gegeven moment na overleg met de gebruikers, met het ministerie, van de hand gedaan zullen worden. Die zullen worden afgesloten. Ook die procedure is reeds goedgekeurd binnen de regering. En in principe, het moment de minister dit rapport wederom aan mij overhandigt, zullen we al die plannen die zijn opgenomen hierin ten uitvoer brengen. Waarbij hulp, medewerking van externe deskundigen dus ook niet uitgesloten is. Ik denk dat ik het hierbij zal houden en ik denk dat we overgaan tot het overhandigen van dit rapport.
Dank u wel, directeur BSW en de minister. Dan hebben we het gehad wat betreft de presentaties, beste mensen. We gaan nu de minister vragen om met de conclusie te komen. En alle presentaties die zijn gehouden tot nu toe voor vandaag, daarop zijn reactie te geven. Minister, mag ik u uitnodigen? Ja, ik ga er maar aan. Ik weet niet hoeveel tijd ik heb, maar ik heb waardig wat punten. Mag ik laat me de presentatoren eerst bedanken voor het geweldige werk dat er daar is, rapporten, presentatie. Sommige commissies, zoals de laatste presentator, waren langer bezig. Maar ik wil jullie herinneren dat inderdaad, toen ik aantrad als minister, we werkgroepen hadden ingesteld. En deze onderwerpen waren typisch, behoren tot de top 10, 20 issues die speelden. En die heb ik eruit gelicht. En vandaag is weer een moment dat we dit soort rapporten zien van beleidsmaatregelen, etc. Ik hoop dat de boodschap goed overgekomen is. Laten we zeggen wat de eerste presentatie betreft van meneer Jan Hongert en meneer Bergen. Het is ook een nieuwe afdeling die we hebben geïnteresseerd in de organisatie. Dus duurzaam, Asia Veiligheid, QHSE. Dat eigenlijk elk bouwministerie behoorde te hebben. Maar wat UGA is dus de afdeling, duurzaam verankerd, dus het gewoon heel strak beleid. In feite, wat de presentatie inhoudt, is dat de investeringen doen we vanaf 2020. Je weet, toen ik kwam, hadden we heel wat donaties van bedrijven op het gebied van veiligheid. Dus het is niet dat we nu gaan beginnen. We zijn al begonnen. Alleen hoor ik ervan om duurzame dingen te ontwikkelen en die achter te laten worden. Het is niet voor nu, het is voor always. De manual mag constant aangepast worden, geüpdate worden, beleidsinzichten kunnen gewijzigd worden, etc. Maar het betekent dat, dat is de boodschap van de presentatie, dat misschien over 3 maanden, 6 maanden, als iedereen de middelen heeft, of zeker die afdelingen die al goed voorzien zijn, en gaan werken en niet voldoen, gaan niet mogen werken. Wanneer we op een bouwplek gaan en de directeur heeft geen helm aan, dan gaat hij weggejaagd worden. Zo simpel is het. Wanneer we bouwwerken zien van OE zelf, dat is de verven. Onze arbeiders hebben dat niet, dan gaan deze afdelingen het stoppen en hebben gezien de procedure. Wat ik gelijk wil zeggen, hoor, directeur, wat ik weet nog dat zo is, dat vanaf nu in de bestekken opgenomen wordt veiligheid. Wie niet voldoet, weigert. Ik weet bij Verrok had ik het persoonlijk achter gezien, op de blacklist. Ik heb de juristen gevraagd om beleid voor me te vormen, de blacklist. Die bedrijven komen op de blacklist hoeven niet meer deel te nemen bij hoe je aanbesteedt. Toch, want ik heb alleen al vaker gezegd, maar laten we bij bouwwerkers zich dat ook opnemen. De werk die uitgevoerd worden, wij stellen de eisen. We willen geen ongelukken hebben. Toch, dat is wat we niet willen hebben. Je gaat een keer dood, maar op deze manier willen we niet hebben. Dat we hadden kunnen voorspellen of voorzien. Dus vandaar dat we streng gaan zijn. Dus laten we opnemen bij het uitvoeren van werken, dat de aannemers verplicht worden te voldoen aan deze eisen. En anders komen we op die blackies, inderdaad. Natuurlijk gaan we trainingen doen, zoals meneer Bergen heeft gezegd, meneer Jan Mohammed, er is veel werk, de investeringen kosten wat geld, maar ik heb gevraagd dat tot 2023 we die achterstallige investeringen proberen in te lopen, wat veiligheid betreft. Dus directieleden, OND vergeet niet dat ook wij een helm nodig hebben, veiligheidsschoen, vest, want de volgende excursies, ik weet niet of het haalbaar is, gaan we niet meer zo lopen, ja, maar dan hoor je. Help ons. In ieder geval willen we geen incidenten meer. We willen we geen incidenten graag hebben. Dat is het hoofddoel van de introductie van het veiligheidsbeleid. Dan wat zeggen over die afdeling Asia is ook nieuw. Dat betekent dat grote projecten bij ons ook gaan moeten voldoen aan environmental impact assessment studie. Ik geef een voorbeeld. Misschien de grote verkavelingsproject. Dat gaat een nieuwe eis zijn. Maar het kan ook zijn dat wij een brug bouwen. Neem bijvoorbeeld de brug van Sarenbrug, dan kunnen we dat misschien eisen. Misschien zwemmen er geen vissen daar, maar er zijn wel andere impacts van een brug op de omgeving. Dus dit is nieuw en dit gaat opgenomen worden in ons beleid. 2 trainingen, vooral mevrouw Chandri, bedankt voor de presentatie. Trainingen, u heeft het gezien, we gaan niet morgen beginnen, we zijn in 2020 begonnen. Ik weet niet als de mensen zich herinneren, de eerste training 2020 was,
voor de topstaf over communiceren, dacht ik, drie dagen, drie weekenden, om hoe communiceren we met elkaar. Dus we waren toen al begonnen en je hebt die hele lijst gezien, maar wat ik wil zeggen is dat die training manual een ongoing ding is. En we hebben de training manual loopbaanontwikkeling gevraagd om te sturen, te organiseren door NPU. Ik heb even geen enkele andere ideale organisatie. Maar de feedback moet van iedereen komen. Dus het kan best zijn dat het NPU een keer met PZ wordt georganiseerd, een keer met de afdeling organiseert. Zo gaat het werken. We hebben 3500 ambtenaren minimaal, landelijk. Dus inderdaad, ik hoop dat we 25% kunnen organiseren. Want je moet wel alle 3500 mensen communicatietraining geven. Toch, dan ben je wel een jaar helemaal van met één onderwerp. En als je die manual leest, je gaat allemaal kijken, gaat zien hoeveel prioriteitstrainingen door ambtenaren zijn aangegeven. Het is echt niet alles. Dit is de topprioriteit wat mij heeft aangegeven. En weet, er is ook een beleid die geïntroduceerd moet in de professionele gebeuren, dat alle nieuwe ambtenaren verplicht gaan door een stageperiode. Dat wordt georganiseerd door de bibliotheek. Dus dat is het nieuwe beleid. En de bedoeling is dat trainingen, zoals gezegd is, zijn op OE-niveau. Toch? Maar het is misschien niet duidelijk gezegd op nationaal niveau. Als er trainingen buiten zijn, kunnen we je verplichten om ook te vormen. Maar ook internationaal. Ik weet dat er een paar mensen laatst hebben deelgenomen aan internationaal training. Dus het is het hele pakket. Met certificaat, zonder certificaat, met toets, zonder toets. Bij sommige instituten is het bijna verplicht. Ik geef een voorbeeld. Hoor, ik kijk even naar de lab, meteorologische dienst, lab. Dan moet je soms, voilà, verplicht trainen voor. Dus we moeten budget reserveren, we moeten internationale relaties hebben om dat soort dingen te garanderen. Maar het geldt voor iedereen. Je hebt gezien dat de laatste ambtenaar die op het veld waren, ook een training volgen. Heel professioneel. Neem dat van de wachters. Binnenkort EHBO. Maar ook de top. Ook de directeur, minister, had het meegedaan met die communicatietraining. Toch? Dus het is voor iedereen. En de bedoeling is dat je dat door doet. Pakken, regulier, gaan dan in verschillende trainingen worden aangeboden, soms kleine groepen 10, soms grote groepen 50, in verschillende zalen. Als we buiten moeten gaan, gaan we buiten huren. Maar er komt iets constants. Dat is de bedoeling van dit programma. En de districten moeten we natuurlijk ook niet vergeten. We hebben een beleid besluit genomen dat alle districten hun eigen trainingszaal krijgen binnen het OE-kantoor. Hier hebben we kosten bespaard. Dat is in het verbouwingsplan van de kantoor. Dus dat betekent, als je volgende keer een bevordering wil hebben, dan hoef je me niet te komen vertellen hoe hard je hebt gewerkt. Je moet alleen met de bewijzen komen. Wie verder studeert, wie hard werkt, die gaat kunnen groeien op een objectieve manier. Toch? Dat moet natuurlijk ook relevant blijven. Je moet je inzetten, maar dit is een van de punten, zal het zijn bij de beoordeling ervaren. Maar nu heb ik niets om te beoordelen. Want iedereen werkt hard bij OE, dus dat is heel moeilijk te controleren. Dus professor laat me proberen. Laatste was de database, dat spreekt voor zichzelf. Je weet, er zijn verschillende databases. Je hebt twee gezien, Bonini heb je gezien, GLIS, we hebben een waterportaal, SWRIS, we hebben nog eentje dat een project is bij OE ondertussen, dat is Bioplateau. Doelgroep is onlangs gelanceerd, maar een infrastructuurdatabase van infrastructuur werken is er niet echt. Ze zijn losjes hier en daar. En dat is de bedoeling van deze database. Er was een afspraak gemaakt met de ministers van LVV, ROS, OE, om dat een keer inzichtelijk te maken, zodat wanneer ik een klacht kreeg, of afdeling, dat je eerst gelijk ziet van wie is die weg, van wie is die brug, van wie is die sluis, en dan kunnen we handelen. Maar dan ga je zeggen waarom ik persoonlijk hier aan heb betrokken, want dat is voor mij, als minister, maar misschien ook als directeur, want die maakt het beleid, zijn dit soort dingen verschrikkelijk belangrijk. Hoe moet je gaan uitleggen aan iemand, dus als je geen data hebt? Als je de data hebt, de databases hebt, dan is het transparant over je kan plannen in ruimte. Toch? En een leuk voorbeeld is staatsgebouw. Ik verleden zijn we naar die keer gegaan, moesten we elk gebouw stoppen. Wat idiotisch is. Terwijl als je dat op een kaart had geplot, hoe we misschien niet eens met te gaan en de foto's waren daar, daardoor vanuit afstand al wat kunnen doen. Dus daarom is het heel erg belangrijk om te zien waar wat is, want het is belangrijk voor beleid.
Dus laten we dat project ondersteunen. Het is heel intensief, maar dan hebben we dat ook gehad. En het laatste was, trouwens die database zal in tabelvorm zijn, maar ook geografisch, dat is het leuke ervan. En dat is heel handig voor studenten die misschien iets willen doen, afstuderen en dergelijke. Het laatste was de staatsrapporten. Dat hebben de twee directeuren al verteld. Brandstofvoertuigen, ik draag dat over aan jullie. Toen ik kwam, dan had ik een situatie dat voertuigen nog bij mensen waren. Dat mag nooit meer in de geschiedenis gebeuren. Dan heb ik persoonlijk hier aan betrokken. Dit directoraat is nu verantwoordelijk dat bijvoorbeeld als, ik zeg maar wat hoor, 25 mei, dan moet je afvast die lijst doornemen. Wie is geen minister meer, auto inleveren. Als iemand geen directeur is, auto inleveren. Dan waren voertuigen bij allerlei mensen. Dus dat mag nooit meer gebeuren. Ook checken. Stel voor iemand gaat zo, maar die auto blijft daar. Dus dat is jullie taak. Dus het mag nooit meer gebeuren dat die lijst verwaarloosd wordt. En een heel goed beleid is, we hebben de staatsvoertuigen, maar het gaat ook om een stuk beleid. Wat doen we met de oude voertuigen, wat doen we met de nieuwe voertuigen, etc. Dus dat dacht ik van, en die kwestie van gebouwen, dat heeft de directeur al heel goed uitgelegd, we hebben heel veel gebouwen. Je weet het zelf, een deel is verwaarloosd, deel niet. Maar wij als OB hebben dat in onze taak gesteld. Dus daarom nemen we de lead voor de regering om deze drie zaken, brandstofvoertuigenstaat, te ordenen, voorstellen te doen, maar niet alleen maar voorstellen te doen, maar actie te ondernemen. Dat is het meest belangrijkste. Dus de eerste acties bij staatsgebouwen zijn al voorbereid en we moeten nu sneller gaan daarmee. En dus we gaan personeel moeten aanvullen, want het is een heel leuke job, maar het moet intensief gebeuren. Ik kan me niet dagelijks mee bezighouden. Dus die uitdaging is er om alles wat zeg maar, verlies is, maar waarde heeft, toch wel om te zetten in wat goeds. Dus directie. Directeur, onderdirecteur, hopelijk jullie hebben het gezien, dit staat ons te wachten. Jullie taak is vooral om bij de eerste, tweede mensen heel goed te motiveren. Wat veiligheid betreft, maar ook wat trainen. Om ze te motiveren mee te doen. Soms gaat het verplicht zijn. Je weet dat van de wachters was verplicht. Toch, maar ik ga geen mensen van PZ trainen voor wachters, dat zijn alleen voor de wachters. Motiveerde mensen. En je weet, we zijn bezig, en dan sluit ik af, meneer Kali, we zijn bezig met die hervorming van personeel van de organisatie. En daarin gaan we die eisen meenemen. Bijvoorbeeld, als je wilt werken bij Sluis en Gemalen, ga je zo'n diploma moeten hebben, punt uit. Dan zou je niet hier komen werken. Dat is zo simpel. En zo kan het ook zijn als je, ik zeg maar wat, ik weet niet of we dat doen, als je bouwvakker bent, dan gaan we je 30 meter laten klimmen op een trap. Als je niet bang bent, dan mag je niet. Zo simpel is dat. Als je voldoet aan die testen, dan mag je ook niet strikken. En dan heb ik gezegd, vanaf nu, elke nieuwe ambtenaar, we doen het er ook aan. Elke nieuwe ambtenaar, die krijgt een rondleiding. En dan gaan ze met de VIP-beurs van hoe we het leren kennen. En dan gaan ze in die verplichte stage, 3 maanden, 6 maanden, achter het vakgebied, afdeling. Dus als je voldoet aan je druk, dan mag je blijven werken. Zo niet, dan moet je ergens anders gaan. In de offshore politie en de gastkristen. Maar veel succes jullie allemaal. Er komen nog meer beleidsdocumenten en beleidsaanpassingen, zoals ik had beloofd in het 5-jarig plan. Dus ik heb vaak geweest hier niet alleen om wegen en bruggen te bouwen. Maar als je het geld daarvoor hebt, kunnen we wel andere dingen doen die geen geld kosten. Goed, succes alsjeblieft. Zo, dat was spannend, hè? Maar goed, minister, dank u wel. Wat zegt u? Nee. Ja, ik zou mevrouw Ataouna vragen, hoe gaan we een test doen wanneer het gaat om bruggen? Moet iemand gaan spreken? Of, Maar goed, we zullen dat risico niet nemen, mevrouw Ataouna. Bij wegen zouden we zeggen, ren je van kilometer heel hard. Kijken of je binnen een minuut haalt of zo. Maar goed, directeur, minister, onderdirecteuren, alle OB'ers, afdelingshoofden en ieder. Ik zie ook adviseurs achterin staan. De media, ATV is ondertussen vertrokken. Trichot is er nog, bedankt. En
Ik zou zeggen, ik ben blij met de opkomst. Anita heeft gehoor gegeven aan deze belangrijke bijeenkomst, informatiesessie, middels presentaties. Ik wil u nogmaals bedanken en inmiddels goedemiddag zeggen. Een fijne dag verder.